Rovi. Ja. Hallo. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben een pot aan het maken. Een pad. Dan maak ik een kikker. Oké. En ben je bezig aan Wauw. de span van. Doe een tromgeroffel, toch? Ja. Ja. Van twee van de nieuwe survival serie. Van survival se Jezus, jongens. Van de nieuwe survival Wauw. server. Ja. En je ziet na het intro. Okay, people, let's go to work. Zo. En we zijn dus een nieuwe spawnpoint aan het maken. Want de survival, nogmaals, de survival map is zoveel in gebeurten. We hebben al zoveel spelers moeten verbannen. Dat niet alleen. We hebben natuurlijk al heel veel problemen gehad in de server dat hij elke keer uitval. Dat kwam ook door bepaalde plugins die niet redelijk werken zoals ze beschreven stonden op de website. Het is gewoon heel vervelend. Maar ook met die problemen hebben we het mee te maken. Waardoor de map elke keer uitvalt. Dus wij hebben besloten van, omdat er heel veel mensen niet meer verder bouwen aan hun gebouw. En we willen wat opschonen. En voor de mensen die nog lekker survivalen bij ons, willen we juist een nieuwe map gaan maken. En deze wordt helemaal lekker fris, lekker nieuw, overzichtelijker. En we gaan dus ervoor zorgen dat jullie gewoon je spulletjes kunnen overzetten van de oude map naar de nieuwe. En dat gaan we doen door deze wereld te linken aan de oude wereld. Ja, dat is de bedoeling. Nou, en zoals je al weet, je spant gewoon in het midden. De regels gaan we strenger naar kijken. Er wordt meer gekeken naar grievers en naar mensen die zich niet kunnen gedragen. Want we willen namelijk de mensen die grieven ook gewoon permanent bannen, zeg maar. Dus hou er rekening mee als jij lekker aan het bouwen bent en je bent glas aan het grieven bij iemand of uit haatgevoelens iets wil bereiken, dan zou ik dat maar niet doen. Want wij kunnen namelijk alles zien met bepaalde plugins. Gelukkig houden de spelers ook een oogje in het spel. Dus dat is wel heel erg mooi. Dat mensen zo hun zelfs inzetten voor bezoeker. Nou, Irma, Blobelet en Robin en ik, die bouwen nu eventjes aan deze vernieuwde span. Nou, het nieuwe ervan is dat je dus niet één kant uitloopt, net als de oude span, maar dat je gewoon vier plekken hebt om naar uit te kijken. Oost-west, noord-best. Best. En we gaan nog best wel leuke dingen maken, want we gaan allerlei leuke. We gaan wel oost-west, noord-zuid doen. Zodat je zeg maar weet van waar je huis staat, makkelijk terug te vinden. Het wordt dag, ik maak het deze. Deze server is nog helemaal kaal. Het IP gaan we nog niet vrijgeven, want we zijn eerst aan het bouwen. Maar ga naar de survival server zodra de portal online komt. Ik zal even naar. Ik ga nog niet naar de oude server. Maar bij de spawn zal er een portaal komen naar deze wereld. Waarin jij dus je spulletjes kan overzetten. Dus. Ik zou zeggen, begin vast met het slopen voor een deel van je huis. Doe vast alles in kisten. Lok ze. En bereid je voor dat je jezelf kan overzetten naar deze nieuwe map. Ik bedank voor het kijken. Als je vragen hebt, kan je altijd een berichtje mailen of een bericht zetten in de comments. En doei doei! Doei! Cool. Mushy. Mushy.